Mijn naam is Jijka Bredewold. Ik zit hier in mijn rol als algemeen directeur. Ik ben verantwoordelijk voor de mensen en de organisatie. Ik zeg altijd dat ik ben bezig met de zorgen dat iedereen lekker kan werken. Ja, ik zelf kom niet uit de grafische branche, dus dat is eigenlijk wel grappig geweest. Toen ik hier in 2009, 2008 ook kwam, ben ik ook echt op dat ordekantoor gegaan. En toen verbaasde ik me gewoon over van 1, hoe vaak orders zaten te wachten totdat ze van order naar, of van offerte naar order, van order naar productie. We hadden echt nog orderzakken. Van die laden waar al die orderzakken in gingen. Dat was gewoon heel veel werk. En ik verbaasde me daarover. Dat ik dacht van ja, en het is constant hetzelfde. En de druk kwam altijd in die drukkerij. En daar zaten de jongens dan heel hard te werken om het weer snel klaar te krijgen. Terwijl dan een order soms al 3 dagen zat te wachten. Zo vanuit dat ik dat daar zag, dacht ik van ja, dit moet gewoon anders kunnen. En toen zijn we de markt op gegaan. Om te kijken of daar software voor is of om dat slimmer te maken. Wij hebben vooral ook met een Germe Grafisch Store gekeken van, wij hebben gewoon een aantal klanten die doen niks anders dan geboortekaarten hier. Dat moet gewoon per dag weg. Nou, wat wij zagen, dat gaf altijd heel veel stress, ook op het orderkantoor. Want om 1 uur moesten die orders klaar en naar de pers en dan moesten ze nog afgewerkt worden en dezelfde dag weg. Daar hadden we dus al een deel automatisering in. Alleen met Germe zijn we daar dus verder in gegaan. Waardoor nu bij dit soort orders is het zo, op het moment als een klant al achter zijn webshop zit en hij bestelt hem, dan schiet hij al gelijk eigenlijk helemaal de organisatie in en ligt hij op de pers. En staan ook de juiste gegevens in de order. Dus die orders, daar hebben we geen handen meer voor nodig. En het grootste voordeel is natuurlijk voor de drukkers, want zij kunnen soms al starten met de productie die diezelfde dag nog weg moet. Dus dat is 1, dat is een flow. Ik denk dat dat ongeveer 20% van onze orderflow is die daar doorheen gaat. Nou, dan hebben we een aantal webportals die ook door middel van Grafisch Store Switch gekoppeld zijn. En daar zit nog wel een kleine handmatige handeling in. Even goed in de planning zetten. En, want daar hebben we vaak iets langer of is wat groter project waardoor we wat meer handling nodig hebben. Maar ook daarin hoeven er geen bestanden meer gezocht te worden. Dat wordt ook allemaal doorgeschoten. En dan hebben we nog de traditionele orders die gewoon via klanten binnenkomen. Ik denk dat dat zo'n 50% ongeveer is. Die worden dan wel met bestand, met order in de switch geschoten. En dan gebruiken we de switch echt dat we precies kunnen zien waar de order is. Nou ja, dat is eigenlijk drie stromingen die wij via switch laten lopen. Zo groot zijn we ook niet, dus je moet het wel weer terug kunnen verdienen. Maar de winst zit er natuurlijk gewoon echt in de tijd. We hebben natuurlijk wel eens een keer dat een flow er om wat van reden uit ligt. Ja, dan is het wel gelijk een chaos. Want je bent gewoon de klus kwijt in het bedrijf. En dan zijn wij nog geen eens super groot. Maar toch, je moet gaan zoeken, je moet gaan kijken, je moet die drukkerijen. Ja, dus we komen weer terug in de tijd als switch weg is. Ja, uiteindelijk is natuurlijk de bedoeling 1, de snelheid waardoor we dit hebben gedaan. Dus uiteindelijk heb je die klanten tevredenheid, die gaat omhoog. Je moest ook, want de online partijen doen het ook. Je bestelt online en je hebt de volgende dag in huis. Daarnaast, de handen moeten eraf, want elke order waar je hand aan zet, dat kost gewoon geld. Dus we kunnen daardoor ook met de prijzen goed meekomen. En uiteindelijk, ja, we doen echt veel meer orders. En dan zie je, we hebben echt in november, december echt, dat was echt weer helemaal gekkenhuis. En dat is natuurlijk altijd wel zo, maar zo extreem hebben wij het nog nooit gezien. Maar dat kan er wel door, doordat je het dan goed geautomatiseerd hebt. Dus ja, je kan veel meer capaciteit aan. Wij zitten echt zeker niet aan de max. Ja, en ook voor de mensen, en ook gewoon de kleine dingen. Het koppelen naar de Zendcloud, het even die barcode scannen voor het PostNL-etiket. Ja, vroeger waren die jongens het allemaal aan het typen. Nou, daar worden ze ook niet gelukkig van in hun werk. Dus het werk wordt er ook gewoon echt voor iedereen leuk van. Dat is denk ik ook, vinden wij heel belangrijk, dat onze mensen het ook goed hebben.